Als je 21 jaar wordt, dus dan wordt ze echt volwassen. Maar ze speelt al jaren zeer volwassen de klarinet. Dan leer je hier dus Maartje Zuidel. Maartje, welkom bij de klarinet bij de klarinet meteen uit Tirol, maar dat is iets heel anders. Fijn dat je er bent, Maartje. Dit is een klarinet, daar doe je het allemaal mee. Je komt uit een zeer muzikaal nest. Ja, dat klopt. Vertel eens even, want straks krijgt mijn zus namelijk nog een keer gaan zingen. Vrouwtje, wie speelt er bij jullie wat? Nou, Vrouwtje die zingt en die speelt ook trompet. Mijn moeder die speelt basklarinet, mijn vader trombone, mijn zusje melodisch en ongestemd stapper. En dan jij klarinet. Dus jullie hebben echt gewoon een familiebandje. Ja. Spelen jullie ook wel samen? Ja, tot een bruiloft of zo. Maar verder is geen snabbels dat je zegt, ja dat heet snabbels mensen, dat is gewoon dat je gewoon speelt tegen betaling, hè? Nee, niet echt eigenlijk. Dat doe je niet, zijn. je bent druk in de weer met klarinet, dus je studeert op het conservatorium? Ja, gedeeltelijk. Hoezo gedeeltelijk? Nou, ik studeer bedrijfswiskunde en dat doe ik daarnaast conservatorium. Dus. Dat is een hele mooie combinatie. Want ja, dat wist je misschien niet, maar muzici zijn hele intelligente mensen. Ja, je zou het niet zeggen, zeker pianisten, zeer intelligente mensen. Slagwerkers, dan wordt het wel minder. Nee, sorry. Ja, hij loopt in. Nee, je weet dat dus te combineren, het conservatorium met vierdejaars bedrijfswiskunde. Wat wil je daarmee gaan doen? Dat weet ik nog niet. Meer voor de gezelligheid, hè? Is het leuk, bedrijfswiskunde? Ja, het is wel leuk, gezellig. Het gaat dus over wiskunde en bedrijven. Ja, eigenlijk alle wiskunde die je in het bedrijfsleven gebruikt. Maar het is weer anders dan bedrijfseconomie. Ja, dat zeker. Dat moet ik echt niet doen. Nee, dat is ingewikkeld, hè? Ja, daar heb ik ook niks aan. Ik weet echt niet waar het over gaat, hoor. Gaat het ook nog over formules en zo? Ja, die gebruik ik er ook bij. Het is vooral ook je verzekeringsleven en dergelijke, maar ook software dergelijke, software testen en zo. Heel veel kansberekening dus? Ja, en soms. Nee, laten we het snel over ophouden, het is een mooie studie en je gaat er verder niks mee doen. Nee, je gaat toch lekker klarinet spelen, je speelt prachtig klarinet. Ja, maar ik ga er ook misschien bij de KNM werken of zo. Zoiets. Bij de KNM. Wat, heb je daar een oom zitten die al een baantje voor je heeft klaar liggen? Hoe zit het? Nee, maar daar wil ik stage gaan lopen. Dus. Maar het kan ook een prachtige combinatie zijn. Een leuke job bij de KNM. Zeg maar voor de financiën en daarnaast gewoon een beetje spelen. Ja, dat is natuurlijk. Zo zie je het. Ja, dat lijkt me leuk. Nou, we gaan jou volgen. Hou je in de gaten, vrouwtje. Later zit ze bij de KNM. Dan niet als journalist, maar gewoon als bedrijfswiskundige. Zit ze uit te rekenen wat u voor dat ticket gaat betalen. Waarschijnlijk te veel, maar goed, dat is van later op. Je gaat een prachtig adagio spelen uit het zeer beroemde klarinetconcert van Mozart. En als je dan zegt, ja, klarinet, zeg maar helemaal niks. Als ik zeg tegen u, stay with me till the morning. En Vicky Brown, die mooie, veel te vroeg overleden, dan rest ik, ah ja, dat ken je wel. Mogen ze zachtjes meeneuren of heb je dat liever niet? Nou, mag wel. Oké, nou, het gaat niet echt van harte, maar als je zich niet kunt bedwingen, mag u zachtjes meeneuren. Dames en heren, geniet van het adagio uit het klarinetconcert van Wolfgang. Oh, deze boos is vanavond uitgevoerd door Vrouwtje Zuidel. Maartje. Oh, Maartje Zuidel. Nee, Maartje Zuidel. En je moet hem nog even aanblazen, kijken of hij het doet. Hij doet het, hè? Mooi, ja. Dat is hier, Maartje Zuidel.
huilen, maar dames en heren, ik denk dat hij er wel komt, hè? Ja.